We gaan naar Turnhout ook, de talentenschool Turnhout, de informatica-les denk ik, bij Ben. Mijn naam is Ben Bastiaanse, ik ben leraar secundair onderwijs aan talentenschool Turnhout Campus Zenit. Vakinhoudelijk ben ik een beetje de nerd van de school, ja. My god, Future Classroom. De Future Classroom, dat gaat dus heel duidelijk zijn. Volgens mij gaan ze daar aan een klaslokaal vacuüm getrokken hebben, waardoor dat iedereen gaat beginnen zweven of zo, hè. We zitten dan in de toekomst. Voor ons is Future Classroom vooral het leren van de toekomst, waarin dat de nadruk, de focus zeker ligt op activeren van leerlingen, afwisselen van werkvormen die je met de leerlingen doet, en waar dat leerlingen meer hun eigen leerproces in eigen handen zullen nemen. Flipping the Classroom. Flipping the Classroom, dat is wel de max, denk ik. Misschien geven de leerlingen les? Excel, formules en grafieken. Daar kijk ik nu al naar uit. Watch and learn, ik denk dat dat net het innovatieve is van de zaken waar wij hiermee bezig zijn. Dat we niet op de klassieke, oudbollige manier bepaalde saaiere onderwerpen aanpakken, maar dat we dat proberen op een creatieve en aangename manier voor de leerlingen te doen. Wie heeft er zijn huiswerk gemaakt? Wie heeft er zijn huiswerk gemaakt? Wie heeft filmpjes bekeken? We kregen een paar dagen geleden een mailtje met huiswerk. We moesten een 4-tal filmpjes bekijken ter voorbereiding van de les. Maar het zou wel handig zijn om de percentages daarin. Flipping the Classroom is een methode waarbij eigenlijk het huiswerk verandert in het verwerken van leerstof. En waarbij dan het lesmoment eigenlijk het maken van de oefeningen wordt. Je flipt letterlijk de classroom naar je thuis en dan weer omgekeerd naar de klas. Ben legt de theorie heel duidelijk, heel rustig uit aan de hand van een filmpje. Het saaie stuk zit je thuis voor te bereiden. En als je dan vragen hebt, breng je die mee naar de klas. Daar pas je het toe in een oefening. Ik vind dat Flipping the Classroom was de eerste keer dat ik dit nu gezien heb en gedaan heb. En ik vind het echt wel een goede activerende werkvorm. Het grote voordeel is dat je die enkele stappen kan overslaan en dat je direct kan gaan beginnen. Als leraar ben ik daardoor meer geëvolueerd naar een meer coachende rol. En dus met Flipping the Classroom voelen wij dat we betere resultaten kunnen bereiken. Wat ik niet wist, dat het op het einde van het 4e filmpje er een opdrachtje aan gekoppeld was. Ik had gevraagd in een van de filmpjes, als je dit gezien hebt, zet een zonnebril op bij het begin van de les. Ik had hem niet op. Ik heb dat ook niet gelezen, niet gezien, niet gehoord. Nevertheless, we gaan een keer van start gaan. Vandaag gaan we een beetje verder bouwen op een les die we een tijdje geleden al gedaan hebben in verband met valversnelling. We moesten met Lego een basisopstelling maken om een slingerbeweging tot stand te brengen. Die slingerbeweging moesten we meten. Was het effect van de starthoek waaronder dat we de slinger laten vertrekken op de slingertijd? Zit daar een verschil in? Ja of nee? Die gegevens moesten we in een Excel-bestandje gieten en met die Excel moesten we een grafiek maken. Ja, maar van achter zit die vooral. Van achter zorgt die voor vrij, want dat zo strak zit. Misschien iets uit elkaar halen, iets losser doen. Dus wat dat hij daar doet met die slingerbeweging, fysica, combineren met informatica, is denk ik zeer goed gevonden. En ook al zijn ze bezig met informatica, ze willen toch ook echt begrijpen, denk ik, hoe dat dan nu zit met die slinger. Ik vind het heel belangrijk dat leerlingen en mensen zien van kijk, informatica is niet zomaar een vak op zich, maar is eigenlijk een belangrijk onderdeel om eender wat in het professionele leven te gaan ondersteunen. Gegevens verzamelen, die in een Excel-sheet plaatsen en daar dan een grafiek. Ik denk dat dat in de bedrijfswereld heel vaak toegepast wordt. En als ik een draadje hier tussen steek en ik laat dat hier tussen bengelen, heb ik dan ook geen slinger? Dat zou kunnen, ja. Je mag dat van mij als je wilt. De leerling waar ik bij stond, in het begin was het moeilijk om met hem eigenlijk samen te werken. En ik dacht, zeg, als je dan nu gewoon een draadje tussen de twee banken hangt, dan heb ik ook een slinger bij manier van spreken. Ik probeerde hem er echt van te overtuigen van kom, we gaan dat hier echt wel proberen. Ik laat de leerlingen aan deze les in duo's werken, omdat we dat belangrijk vinden ook in de informatica sector, dat mensen kunnen samenwerken. En wat zeker iets is waar leerlingen niet zomaar evident kunnen. Wat ik dan deed was vooral met open mond zitten staren naar die kennis van die gasten eigenlijk. En hoe dat ze al die verschillende zaken toch kunnen samenbundelen in dat eindresultaat. Ik vond het echt een knap team eigenlijk. Dat er hier voor de vijfdejaars ook voldoende plaats is. Is dat hier een andere klas dat binnenkomt of zo? Ja, dat is 5 informatica. Opeens kwam daar een andere klas binnen, ook van een compleet ander jaar. Hè. Waar wij bij zaten waren 6e. Opeens komt daar een klas 5e binnen met een andere leerkracht. Die mannen komen toe met hun laptop, die pluggen in en die zijn vertrokken. Ik heb dat opgemerkt, maar dat heeft mij geen seconde gestoord. Ja, in onze Future Classroom hebben we er eigenlijk bewust voor gekozen om met 2 klasgroepen van de richting informatica, 5 en 6, om samen in één en hetzelfde lokaal te zitten en ze daar samen les te geven. Bewuste keuze vooral, omdat we op die manier ook willen triggeren dat leerlingen van elkaar gaan leren, dat de 6dejaars voor een stuk kunnen tuteren naar de 5dejaars toe. Ik vind het absolute meerwaarde dat leerlingen ook vanuit die klassen komen en samen leren, zoals later op het werk ook is. Ja, leerlingen van het 6e jaar, je hebt nog ongeveer een kwartier om je proeven af te ronden. Ben staat dicht bij zijn leerlingen. Je ziet ook dat die leerlingen leergierig zijn, die weten ook al heel veel. Maar je voelt daar ook wel een connectie en een band. Veerlijk, kom eens uitleggen hier aan boord welke resultaten dat jullie gevonden hebben voor het verband tussen de slingertijd en de starthoek. De tijd van een leerkracht die daar als een soort van fossiel zijn kennis zit uit te braken en de leerlingen die moeten zwijgen en noteren, die is al lang gepasseerd, denk ik. En ik snap hier ook weer waar ze naartoe willen in de toekomst. Dus op die manier is het wel een Future Classroom, ja. Oké, middagpauze dan. Dank dat we mochten doen. Ja. Geef een keer jullie ongezout mening. Ik vond het echt een heel interessante informatica les. Er zat veel in zijn les. Heel knap hoe hij dat laat samenvloeien. Zijn les zit zeer creatief in elkaar, dus knap. Als je echt je filmpjes thuis niet bekeken hebt, zoals het maken van je grafieken, dan zit je in de knoei. Dan zit dat echt in de knoei. Dat is zo de flipped classroom benadering die dan nu ook in deze les gestoken is. Hè? Ik ga dat doen volgend jaar. Allee, dat is iets dat nog moet groeien, hoe ik het kan aanpakken. Maar ik zal dat principe van flipping the classroom toch zeker meenemen naar mijn lessen. Zeker. Om er dan zeker van te zijn dat ze filmpjes bekijken. Dan steek ik er altijd wel eens ergens iets in. Ja. Zoals nu, van breng een zonnebril mee en zet die bij het begin van de les op. Diegenen die de filmpjes echt niet bekeken hebben, die weten dat ook niet. Die weten van niet. Ja. Ik wil altijd al multimedia in mijn lessen brengen. Niet zozeer, ik speel hier een filmpje en doe het na. Maar deze is multimedia op een heel ander niveau, een heel andere manier, waar je heel veel kunt mee spelen. En dan die Lego erbij betrekken. Ja. Ze zijn ook weer probleemoplossend bezig. Ja. Als ze daar zelf mee aan de slag maken en ze mogen daar eigenlijk hun eigen ding in steken, dat geeft ook eigenaarschap aan hen. Ja. Wat dan weer leidt tot meer motivatie. Excel, ik zie dat staan, dat denk ik altijd saai. Dat is ook moeilijk, dat is een moeilijke materie. Hoe leg je dat uit? Hoe gaat het ermee om? En als ik dan nu zie hoe dat Ben daarmee omgaat of mee omspringt, dat is fantastisch gewoon. Hè?